Zaterdag 11 juni was de officiële opening van het nieuwe handbalveld dat er eigenlijk al 2 jaar ligt door de eigenlijk nog niet helemaal, maar toch nieuwe voorzitter. Hoe kan dat nou? Twan Verhoeven, voorzitter van Handbal Roef. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je helemaal goed, Jan. En nu al 2 jaar, want officieel is het nog niet doorgegaan. Nee, we hebben een probleempje gehad. We hebben corona gehad. Ik weet niet of je er iets van gehoord hebt, Jan. Maar we hebben een opening van de velden gepland en dat is al 2 jaar afgelast, helaas. En nu kan het gelukkig doorgaan. Dus officieel ben ik nog geen voorzitter. Maar ja, toch mag ik hier al voor deze camera verschijnen. Dus het is toch al veel eer waar me nou wat toekomt. Hebben we nog nadelen gehad in de vereniging met de corona? Ja, wel grote nadelen. We hebben natuurlijk de leden weinig kunnen bieden. Dus dat is zonde. Trainingen zijn afgelast. Vooral voor de senioren natuurlijk. Want die hebben nog meer last gehad dan de jeugd. Want die hebben nog kunnen trainen. Senioren hebben niet kunnen trainen en niet kunnen spelen. Ja, en nu gaan we het allemaal langzaam weer oppakken. Dus we hopen eigenlijk dat we het najaar een beetje goed inlopen. Dat we na dit een beetje vervolg kunnen geven. Nieuwe leden kunnen werven en veel gezelligheid in de club. Dus deze is eigenlijk het eerste toernooi op de nieuwe velden? Ja, officieel wel. We hebben er natuurlijk al 2 jaar een beetje op gespeeld voor zover er wedstrijden waren. Maar dit is de officiële opening. En daarom zijn we heel blij dat we nu met name de jeugd iets kunnen bieden. En zometeen de senioren voor het wandelhandbal. Dat is ook nog hartstikke leuk. Maar nu hebben we een training voor de wat opgeschoten jeugd, zeg maar even. De C'tjes en de D'tjes onder, waar zijn we? 15 denk ik. Dus dit is het officiële. Even voor de kijker duidelijkheid, wandelhandbal. Ja, wandelhandbal. Dat is meer iets voor jouw leeftijd, ja. Jan. Daar moeten wij een beetje voorstelling bij kunnen maken. Dus dat betekent dat je niet mag rennen. Je moet de voeten aan de grond houden. En de goaltjes worden wat kleiner. Maar voor iedereen hartstikke toegankelijk. Dus toch een beetje beweging. En toch een beetje met een balspelletje. Dus dat wordt ook hartstikke leuk. Ik begrijp dat er vanuit allerlei dorpen mensen op de fiets deze kant op komen. Om hier te komen wandelhandballen. En ik denk dat ze een pintje pakken naar de rand. Oh, maar je hebt niet in de rust een baan langs de lijn staan of zo. Als jij wilt wel. Als dat nodig is om jullie over te halen, dan hebben wij een baan langs de lijn staan. Maar die kinderen die er nu zijn, die zijn van diverse verenigingen allemaal, hier in Brabant of? Ja, wij hebben Frank van Olm hebben op het veld staan. Frank is onderdeel van het NAV. Coach de jongens onder 18 van het Nederlands team. En die geeft nou eigenlijk de jeugd van Groef, maar ook van Taxandria, GHV uit Goorlen. Ja, een paar uit Deurne, dus er komen er heel veel vanuit allerlei hoeken. Die komen hier naar training volgen. En daar wordt door het NAV mee verzorgd. Superleuk. Ze hadden een bomvol programma tijdens deze officiële opening. Het is heel druk met allemaal leuke jonge F's. Zelf 2 teams op kunnen stellen. Dat was helemaal fantastisch. Daarna een training gehad voor de F en de E-jeugd. Daarna een training gehad voor de D en de C-jeugd. Allemaal goed verzorgd en uiteindelijk afgesloten met het prachtige spektakelstuk hier op veld 1B voor de heren van GHV en Groen. Tijdens de officiële opening namen ook een aantal mensen afscheid. Dit waren Jos Hoefnagels, Tom Kolen en Paulien Kolen. Paulien was helaas ziek en daarom nam haar partner Niek op het Hoog het presentje in ontvangst. En daarna was het woord aan Dion Dankers om het veld officieel te openen. Want zoals jullie voorzitter al zei, het is een fantastisch veld. Daar ga je nog jaren plezier van hebben. En hoe mooi is het dan als je dat gewoon lekker even officieel opent. Daarvoor kom ik heel graag hier naartoe. En dat gaan we met z'n allen doen. De kinderen die gaan ook meehelpen, tenminste dat verwacht ik. En zeker na zo'n periode van corona, hoe meer we sporten, hoe beter. En laten we dat ook in alle leeftijdscategorieën doen. Sommigen van jullie die vonden er niet zoveel in zitten in de wedstrijd op het laatst. Maar ik vond hem geweldig. Want ik zag mensen van mijn leeftijd en ouder die gewoon constant in beweging waren. En daarvoor ligt dat veld er ook. Voor onze kinderen, maar zeker ook voor de ouderen. En daarna is die derde helft is natuurlijk nog gezelliger. Ja, geniet ervan. Geniet van het veld, geniet van de club. En laten we met z'n allen voor zorgen dat die steeds groter wordt. Dankjewel.
Na deze woorden van Dion Dankers was het tijd om de naambords van de twee nieuwe velden te onthullen. En uiteraard werden Harry en Frankie ook nog even in het zonnetje gezet na deze onthulling. Harry en Frankie, heel erg leuk. En echt top wat jullie gedaan hebben. En ik hoop jullie nog heel veel te zien om kinderen, kleinkinderen en alles aan te nemen. Daarna was het tijd om officieel het lint door te knippen en het veld te openen. Na 2 jaar is het officieel geopend en kan er volop gebruik gemaakt worden van deze 2 geweldige velden.